Ik kwam daar 's morgens binnen, maandagochtend. Er werd een punctie gedaan van het vocht. En om 11 uur werd ik gebeld. Ik was zelf nog op het ziekenhuis, maar ik werd gebeld door een oncoloog. En die zei, ja, het spijt me heel erg, maar ik moet het gewoon zeggen. U heeft uitgezaaide nierkanker, maar ook nog van de slechte soort. De prognose is een paar maanden tot maximaal 1 jaar. Door de telefoon in het ziekenhuis. Terwijl ik zelf op het ziekenhuis was. Maar goed, dat was eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar ik wil even vertellen wat er toen, wat voor fases er toen door je heen gaat. De eerste fase was eigenlijk zeer merkwaardig. Er viel alles van me af. Ik had geen enkele verantwoordelijkheid meer. Er was geen enkele stress, geen enkele druk, geen enkele verwachting. Totaal jezelf in een soort vrijheid. Ja, je zou zeggen rust in vrede. Maar dat was eventjes heel erg lekker. Ja goed, dan komt natuurlijk de realisatie. Je komt naar huis. En dan begint er een proces. En dat is nou precies de reden waarom ik hier nu sta. Want dat proces wat er dan begint, dat moet zo snel mogelijk afgelopen zijn. En dat is namelijk een rouwproces. Waarbij natuurlijk al je vrienden, je familie dat ineens horen en in een drama komen. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar het is zo lullig dat je daar zelf aan meedoet. Kijk, als je normaal doodgaat, dan ben jij degene die daar geen last van heeft. Die anderen die hebben die rouwlast, maar jij niet. Maar als je kanker hebt, dan is het een soort, ja, dus je gaat dood. Ja, jullie gaan allemaal dood. Maar dus je gaat dood en dan gaat iedereen daarom rouwen. Ja, en dan doe je daar zelf aan mee. Dat heeft een paar weken geduurd. Ik heb het toen ook nog helemaal stilgehouden. Ik wilde niet dat iemand anders het ook wist. Zeker de media niet. Totdat ik op een gegeven moment, ja maar wacht eens eventjes, dit is Wubbo niet. Dit is gewoon, dat ben ik niet. Hier wil ik niet aan meedoen. Dat past helemaal niet in mijn stijl. Dus ik heb via, weet ik veel, RTL Boulevard of wat dan ook, heb ik het gereleased. Ik zeg, ik wil de markt op. Ik ben een publiek figuur, dat weet ik. Maar waarom mag ik dat nu niet gebruiken? Of liever gezegd, waarom mag ik ook niet proberen een voorbeeld te zijn voor heel veel andere mensen die blijven hangen in dat gemeenschappelijke rouwproces? Want ja, wat heb je daar dan aan? Ja, dan ga je op een gegeven moment dood, ja, en dan heb je nog een jaar langer gerouwd. Nee, je wil leven. Je wil vechten. Dus ik begon. Begon na te denken, begon aan mezelf te werken. Ik kreeg waanzinnig veel, ja, natuurlijk allerlei suggesties. En je voelde een soort warmte komen van al die mensen. En toen kreeg ik via Pauline, maar eigenlijk vanaf Marianne, die zelf ook kanker heeft gehad, een boek te lezen en dat heet Antikanker. En dat boek, dat heeft mij echt veranderd. Ik heb doorgekregen dat 40% van de reden van kanker is voedsel. Heel veel stressaspecten, heel veel culturele aspecten, lifestyle. En ik ben begonnen met iets wat ik als nerd en als fysicus en als professor technologie eigenlijk helemaal niet kende. Namelijk de relatie tussen je geest en je lichaam en je soul. Mind, body en soul en hoe hou je dat in balans. En ik ben daar nu elke ochtend een uur mee bezig. En natuurlijk, ik neem hele zware pillen, dat is een kuur. En gelukkig gaat die nu goed werken, dus ik heb sowieso nog een jaar. Maar jongens, luister. Als ik naar een arts ga, nu naar een oncoloog, dan zeg ik van I go for cure. Ik wil herstel, ik wil geen uitstel. En dan zie je ze van ja, wij hebben niks. Ik zeg nou, dan gaan we dat zoeken. En dat geeft zoveel kracht dat zelfs al zou het allemaal niks uitmaken, na een jaar ben ik dood. Dan heb ik dit jaar zo ontzettend veel fijner geleefd. Dat ik in een proces had gezeten. Het proces waar ik doorga, dat wil ik een beetje met jullie delen. En waarom? Omdat ik toch denk dat het misschien ook voor jullie af en toe een voorbeeld kan zijn. Je gaat door een emotionele rollercoaster. Die gaat van wanhoop, want je ziet het niet meer zitten. Depressief zijn, tot kracht, tot opening, tot intelligentie, tot lezen, tot keihard werken, tot uitzoeken, tot het ontvangen van allerlei heerlijke gevoelens en liefde. En ik dacht van, ja, maar hoe kan ik dat nu jullie gaan vertellen? Een paar maanden geleden, toen ging de muziek aan en toen hoorde ik het nummer wat ik straks zal laten horen. You and Your Friend van Dire Straits.
En op zo'n You and Your Friend gaat over een relatieprobleem, ging ik het anders vertalen. Het was Wubbo en zijn Wubbo. Hoe kan nou Wubbo en zijn Wubbo met elkaar in het reinen komen? Hoe kan je het niet? Mind, body en soul in balans krijgen. Om dat lichaam godverdomme te vertellen van hoe het hoort. Het lichaam hoort geen kanker te hebben. Dat is een balans die uit balans is. Dat klopt niet, dat mag niet. Gewoon ik ga vertellen hoe ik mijn lijf wil laten werken. Het zit hier. Het was zo groot. Het is nu zo. Misschien is het straks weg. Misschien. Maar dat hindert niet. Doe maar die muziek even aan. Don't.